daar rolt de bal voor het eerst vanmiddag. Wedstrijd AZSV, DVS 33 voor de achtste finale van de districtsbeker. Is begonnen. Prachtige paas op Ali Akla. Aan de linkerkant gaat hij er vandoor. Maar zijn tegenstander zit er ook bij. En dat is Freek Mulder, de aanvoerder. Die zal zijn handen vol hebben daar. Ali Akla, prachtige passeerbeweging. Een mooie kopbal. Maar eigenlijk een beetje gelukkig op het hoofd gekomen van een van de verdedigers van AZSV. Maar dit was een aanval van DVS 33 die er absoluut op leek. Het was... Kempers trapt de bal daaruit. Vrij ver. Waardoor Basiel Kamara daar moet ingrijpen. Vergissingje van David van der Groep. Waardoor... Nee. Scheidsrechter ziet er niks in, Beltman. Ik snap niet dat hij dan daar ook geen gele kaart voor geeft. Als dat een schwalbe zou zijn. Spekking met de bal. Scherp daar. Draait goed in. Oh, goede redding daar van Paul Epping op de lijn. Gevaarlijk moment, tweede keer gevaarlijk al deze middag AZSV. Vrije trap, Hairi Pinassi. En de schiet Ali Akla de 1-0 binnen. 1-0 aan het begin van de tweede helft. Komt DVS er voor de eerste keer goed door. En via de vrije trap van Hairi Pinassi komt de bal voor de voeten van Okan Soykan. En die schiet hem in de hoek. Passeert daar de keeper Kempers. Dus zo brengt hij DVS 33 op een 0-1 voorsprong hier in Aalten. Hoge bal. Weer bij die lastige van de... Ja, en dat levert gewoon zowaar een kans op. Hè? Op dit soort momenten zit AZSV dus te wachten... Want je moet natuurlijk je kracht opzoeken. En die kracht, die zit hem in die spits van der Eerde. Die kan de bal of erin koppen, maar ook voor koppen. Dus een assist geven. En dat was in dit geval het geval. Te Veluwe. Ali Akla in balbezit gekomen daar. Spekking werkt zich daarin terug. Schutten. Ziet daar Pottast opkomen. Brengt de bal die 16 meter binnen. Oeh, die bal die gaat maar net voor de goal langs van Paul Epping. Corner wordt getrapt door Pottast. Komt hij daar? En die bal gaat er niet in. Aanval loopt nog steeds door. Pottast, nee. Weer in de scrimmage. Gaat die bal er niet in? Wordt door Joran van Zandt... over de zijlijn getrapt. Ter Haar. Bal bij Maskoel. En dan komt die bal bij die nummer 8. En die nummer 8. Schutten. Schiet de bal erin. In de 90ste minuut van de wedstrijd komt AZSV op een 1-1 gelijkspel. Mike Arends met de eerste penalty. Mike blijft cool, schiet hem keurig binnen. Spekking met de penalty. Nee, ook keurig in de hoek geschoten. Pinassi neemt zijn aanloop. Oog in oog met de keeper. En schiet hem keurig in de hoek. Keeper wel naar de goede hoek, maar bal strak in de hoek. Traar. Schiet hem ook keurig binnen. Stand hier 2-2. Komt die penalty. En die wordt gepakt door keeper Kempers. Blijft 2-2. Niek de Veluwe daar. Die schiet hem in de hoek. Dus AZSV op voorsprong nu. Ali Akla heeft de bal klaargelegd. Oog in oog met keeper Kempers. Komt die bal. En die schiet hij keurig binnen. Aanvoerder Freek Mulder, oog in oog met Paul Epping. Korte aanloop. En schiet hem keurig binnen. Ronald Hoek. Keeper Kempers op de lijn. Komt die penalty? Schiet hem keurig binnen.
Volgende AZSV'er die een penalty mag gaan nemen is Rick van der Eerden. Rick van der Eerden, oog in oog met Paul Epping. Komt die aanloop van Rick van der Eerden en die schiet de goal binnen. Zo bekert AZSV hier verder ten koste van DVS 33. Na een gelijkspel gaat AZSV door naar strafschoppen.